burgemeester van Beek zal het in ontvangst nemen. Dames en heren, vorige week zaterdag, 8 februari, ontvingen wij in Milsbeek het bevrijdingsvuur. Op 8 februari was het namelijk 75 jaar geleden dat de operatie werd gestart om onze regio te bevrijden. Uit blijk van waardering aan onze bevrijders hebben lopers van de atletiekvereniging uit Gennep het vuur van Schijndel via Kuik en Middelaar naar Milsbeek gebracht. Duizenden militairen hebben met gevaar voor eigen leven gevochten voor onze vrijheid. Velen hebben daarbij het leven gelaten. Onder andere de Schotse 51ste Highland Division heeft voor onze vrijheid gevochten. Uit eerbetoon aan hen is de brug waar we nu staan naar hen vernoemd. De Highlander Bridge. I want to speak a warm word of warm welcome to our English-speaking guests. It is very special that there are a number of veterans here in Limburg today. I hope that you will enjoy your stay in our country, in our province Limburg, and of course in our city Gennep. And I hope that you feel our gratitude for all you have done to liberate us. Very warm welcome to Major Ted Hunt, to Joe Catini, Robert Larnach, Jim McLeod, and George Avery. Dames en heren, een speciaal woord van welkom aan de commissaris van de Koning, gouverneur Bovens. Een woord van welkom aan gedeputeerde Koopmans. En natuurlijk ook welkom, generaal BD, de heer Noordzij. Een speciales welkom voor die Duitse gasten. Een ganz speciaal meine Kollegen, den Bürgermeisters von Goch und Weetze, Herr Knickrehn und der Herr Franken. Herzlich willkommen. Tot slot een heel hartelijk welkom aan twee van mijn ambtsvoorgangers, de heer Berger en de heer de Koning. Ik stel het zeer op prijs dat u hier vandaag bent. Dames en heren, ik zou u het liefst allen bij naam welkom heten.
Want ik stel het echt heel erg op prijs en ik vind het ook heel erg belangrijk dat u er bent. Maar u begrijpt dat dat niet gaat. Ik ben dankbaar voor uw komst. Dagen als deze zijn enorm belangrijk om stil te staan bij de gebeurtenissen van de oorlog en het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij zijn zelf verantwoordelijk om deze vrijheid door te geven aan de jongere generaties. Samen maken we er een bijzondere dag van, waarbij we onze vrede, vrijheid en vriendschap herdenken en samen vieren. Ik wens u een heel bijzondere bijeenkomst toe. I speak to you. A warm welcome. Like our mayor. I hope you enjoy this day. I'm your ceremony minister. And I hope today we have the ceremony in a few parts. At first, we are laying here some wreaths for our comrades. After that, we are having some lectures from the past and from some people in our community who told us about freedom, peace, and friendship. And after that, we are raising the flags on the Highlander Bridge and we sing our songs, hymns of our nations. Dames en heren, oorlog en vrede. Oorlog en vrede brengt en breekt vrijheid. Het breekt en het brengt vriendschap. 80 jaar geleden verdween onze vrijheid en daarmee ook onze vriendschap. Dat wil zeggen onze vriendschap met onze buren. Onze buren waarmee we zoveel historie deelden, zelfs meer dan met onze eigen landgenoten. Onze buren waarmee we in deze grensstreken ook letterlijk samenleefden. En onze buren waarmee we ook zoveel van ons hier in Limburg onze familiebanden deelden. Dames en heren, zo heb ook ik een Duitse oma die het zeker niet erg vond dat de hele straat kon horen hoe zij een familielid de toegang tot haar huis ontzei die de SS behoorde. En dat het maar even duidelijk werd aan welke kant ze in ieder geval niet stond. 75 jaar geleden kwam hier in Gennep en op 3 maart in heel Limburg de vrede terug. En met die vrede kwam de vrijheid terug. De vrijheid om weer opnieuw vriendschappen te sluiten. Nieuwe vriendschappen met zij die voor ons de vrede zo zwaar bevochten. Hier in Gennep de Schotten en de Britten. En oude vriendschappen met onze buren, die zich nu weer mochten gaan herstellen. En natuurlijk die allesomvattende vriendschappen waarbinnen we allemaal nieuwe en oude vrienden, broeder. Zodat de oorlog nooit meer de vrede mag verbreken, nooit meer onze vrijheid mag ontnemen en nooit meer onze vriendschappen mag breken. Want in vrede los je meningsverschillen met je vrienden zoveel duurzamer op. Dear friends, I just said, war and peace breaks and brings freedom. War and peace breaks and brings friendship. 80 years ago, the war drove out our freedom and our friendship with our neighbors. And 75 years ago, peace brought back our freedom and gave friendship another chance. A new friendship with you who fought so hard to bring us peace. An old friendship with our neighbors that could now be repaired. And of course, that all-encompassing friendship in which we all became brüder. So that war may never again drive out peace and may never again take away our freedom and may never again break our friendships. Even with a Brexit, which many of our fans deeply regret. Liebe Freunde, ich sagte gerade, Krieg und Frieden bringt uns Freiheit.
bricht und bringt Freundschaft. Vor 80 Jahren vertrieb die Krieg unsere Freiheit und unsere Freundschaft als Nachbarn. Und vor 75 Jahren kehrte mit dem Frieden unsere Freiheit zurück und erhielt Freundschaft wieder eine Chance. Eine neue Freundschaft mit denen, die den Frieden so hart für uns erkämpften. Und eine alte Freundschaft, eine hunderte alte Freundschaft mit ihnen, unseren Nachbarn, die nun wieder hergestellt werden. Und natürlich die alles umfassende Freundschaft, mit der wir alle Brüder werden. Damit Krieg nie wieder den Frieden verdrängt und nie wieder unsere Freiheit nehmen kann und nie wieder unsere Freundschaft zerbrechen kann. Dankeschön. Thank you. Brengt eregoed. Hier dragen, hier neigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ein Bürgermeister einer deutschen steht heute vor Ihnen und darf zum Anlass der Feier des 75. Jahrestages der Befreiung der Gemeinde Gennep von der deutschen Besatzung zu Ihnen sprechen. Dies ist zunächst einmal eine sehr große Ehre, für die ich mich persönlich bedanke. Aber es ist auch ein Zeichen, denn ich bin auch Repräsentant einer deutschen Stadt und damit des Landes, der ihr Land fast 5 Jahre lang besetzt, seine Bewohner unterdrückt, geknechtet und Gräueltaten an der Bevölkerung verübt hat und dafür verantwortlich ist, dass der Zweite Weltkrieg auch dem Königreich der Niederlande Tod, Zerstörung und Verwüstungen gebracht hat. Und meinem Vorredner, Major Ted Hunt, stehe ich als Deutscher gegenüber. Er hat damals gegen Deutschland gekämpft und das nationalsozialistische Terrorregime, gegen das nationalsozialistische Terrorregime und auch für meine Freiheit gekämpft. Aber damals waren Deutsche Feinde. Sie standen sich auch an dieser Brücke gegenüber. Feinde im Krieg sind Gegner. Sie werden zu Nichtmenschen gemacht, zum Unmenschen erklärt, dessen Vernichtung eine gute Tat ist. Von diesen Gedanken sind wir heute, Gott sei Dank, weit entfernt. Die Zeiten haben sich geändert. Wir stehen uns heute als Menschen, Nachbarn und ich glaube, wir können es mit Stolz sagen, Freunde gegenüber. Unser Verhalten und unser Verhältnis ist geprägt von Respekt, Vertrauen, Wohlwollen und Zuneigung. Nach den Schrecken des Krieges war dies gewiss nicht selbstverständlich oder gar leicht. Aber wir haben es geschafft. Schritt für Schritt über viele Jahre hinweg Ressentiments abzubauen und zu lernen, uns als Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und Menschlichkeit zur Grundlage unseres Umganges miteinander zu machen. Der europäische Gedanke hat uns den Frieden gegeben und den Mut, aufeinander zuzugehen und an eine gemeinsame Zukunft über nationale Grenzen hinweg zu denken, zu glauben und auch gemeinsam daran zu arbeiten, für Verhältnisse einzutreten, in denen wir Menschen nicht sterben müssen für Frieden, Menschenrechte und Demokratie. Wir Menschen hier in dieser Region haben Vertrauen zueinander gewonnen, Interesse aneinander und Wohlwollen füreinander gefunden. Wir arbeiten an vielen Projekten grenzüberschreitend zusammen. Die Bürgermeister aus Gennep, Bergen, Keuk, Boxmeeren, Moog und Middelaar treffen sich einmal im Monat mit ihren deutschen Amtskollegen aus Weeze und mit mir aus Goch zum Gedankenaustausch und zur Planung der weiteren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. In der Euregio Rhein-Waal werden grenzüberschreitende Projekte erarbeitet und gefördert. Und wir alle, die Menschen dieser Region, wir haben alle erkannt, dass wir hier im Land zwischen Rhein und Maas gemeinsame, jahrhundertealte Wurzeln haben, dass wir eine Region sind und wir haben Freude daran gefunden, diese gemeinsamen Wurzeln miteinander zu erforschen und zu erleben. Wir sind Freunde geworden. Het is voor velen nog een vraag. Hoe moet je nu, na 75 jaar herdenken en bevrijden, wel verder gaan? Voor velen is dat soms nog een moeilijk punt. Hun herinneringen zijn nog scherp en dagelijks aanwezig. En voor hun gevoelens past respect. En dat tonen wij ook. Anderen kijken op
in de toekomst en zoeken naar hoe verder gaan. Ze willen naar een nieuwe samenleving waarin voor iedereen een plaats is. Uit de geschiedenis heb ik voor u 3 korte voorbeelden. Een van hen is het voorbeeld van Ties Jansen. Hij was 37 jaar en schreef in 1943 de volgende woorden. Voordat hij werd voorgeleid voor een zekere dood. Hij was gezeten in de dodencel in het Oranje Hotel in Scheveningen. En hij sprak de volgende woorden. Als ik sterf, sterf ik zonder haat. Ook in de toekomst moet de naastenliefde de boventoon voeren. Een volk dat hier geen rekening mee houdt, kan niet bestaan. Een tweede voorbeeld uit de geschiedenis, veel recenter. We spreken over het jaar 2015. Tom Renouf, hier aanwezig in ons midden, sprak ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding de volgende woorden. Ik citeer uit mijn geheugen. We hebben u in een moeilijke tijd en met zware verliezen een bevrijding gebracht. Maar het is uw verdienste dat u al 70 jaar in vrede met uw buren samenleeft. En daarom is het nu ook tijd om van die vreedzame samenleving weer de oude vriendschappen te herstellen. Weer vrienden te worden. Want de beste garantie op een langdurige vrede is leven en je verstaan met vrienden. Als derde wil ik u kort voorhouden wat ik op 7 februari 2020 in Koch beleefde. Daar sprak burgemeester Knikkering. Hij is hier aanwezig en hij kan er zelf van getuigen. Zijn woorden waren eigenlijk duidelijk genoeg. Maar hij zei nog één ding erbij. Hij zei, prent in godsnaam goed in wat gebeurd is in de jaren waar wij het nu over hebben. 1940, 1945, zelfs al wat eerder. Want je moet het niet vergeten. We zijn verplicht om het verder te vertellen. Dat zo een wereld niet kan bestaan. En er was een zanger. En die hield ons een lied voor. En ik wil u daar ook kont van doen. Hij zong. Het begon maar met een kleine groep. Het waren er maar weinigen. Maar ze kregen de kans om te groeien. En ze werden heel groot. En ze werden zo groot dat ze niet meer in te dammen waren. En hij vervolgde, kijk en zie om u heen. Soms zijn er al tekenen aanwezig. Laten we samen proberen het niet te laten gebeuren dat het weer zo groot wordt. Vlaggen hoog. Ja,
Soms is vriendschap niet zo makkelijk en is het zelfs moeilijk om de vlag in één keer goed omhoog te krijgen. Zij kwamen hier en hebben ons als eerste de vrijheid teruggegeven. En als dank daarvoor spelen wij hun hymne. Mag ik u verzoeken mee te zingen? Aan Europa en de Vereniging van de Landen te danken dat wij al die jaren in vrede leven. Dan schieten we.